Wat er gebeurde in de vorige aflevering van Hurt World. Oh. Het is lekker hè? Oh, dat is genieten. Ja, het, het, dat lost is... zo'n beetje elke muur. Dat is wees Een Soort van standaard te zijn met mij tegenwoordig en met de. Groundhog Day. Ja, maar mis, ik, ik, misschien dit ligt het ook wel aan German. Misschien dat het van zijn schuld was. Come Eh, uh, hey. Uh, luister. Uh, er is het een en het ander veranderd. Dat, uh, dat kan je hoogstwaarschijnlijk wel zien. Uh, er is een wipe geweest. En dan moet er natuurlijk weer... Er moet opgebouwd worden. En dat, daar, daar, dat doen de server mensen voor mij. En daar ben ik ze uh, elke keer heel erg dankbaar voor. Maar er is dus het een of ander veranderd. Waardoor ik dus nu bijvoorbeeld groene pickaxe heb. En gewoon een gewone normale boog. En speer. Geen wapentjes. Etcetera. Eh, uh, uh, autootje. Autootje staat hier ook weer. Uh, andere kleur. Uh, dit is inmiddels ook ander. Hé, hey, wat is dit trouwens? Helemaal niks. Oké, okay, mooi. En uh, dit is natuurlijk ook uh, veranderd. Maar dat is op zich geen enkel probleem. Ik bedoel, we, 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 we spelen er gewoon weer op in. Mijn sneeuwbasis uh, heb ik trouwens weer terug. Dus uh, daar kunnen we ook uh, weer even gaan concluren. Oh, wacht. Oh, de wapenskist is leeg. Boven hebben ze ook uh, helemaal veranderd. Het ziet er nu wat keuriger uit. Uh, hallo. Dit is gewoon zeg maar de standaard overkamertje weer. Oké, okay, die kennen we inmiddels, weet je. En dan gaan we uiteindelijk gewoon hier. Moet je kijken. Oh. Man, wat ben je aan het doen? De mooie luikies zien aan de mensen. Ja, het zijn ook mooie luikies, hoor. Het zijn wel mooie luikies. Hoi, Doorn. Hoi, Joost. Wacht, S zal ik eens even... Even... Oké. Okay. Luikies. Gaan we even loeren? Hey. <hijen> oh. En hey. Uh. Joost, <hijen> stel eens een vraag aan me. Oké, okay, oké. Okay, um, Doorn. <hijen> wow. <hijen> <hijen> ik zeg, stel in je naam. <hijen> Ik was aan oh, het voorbereiden op de okay. vraag hier. Oké, okay, okay, wacht, 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 wacht. Oké, okay. door. Hallo, Wees. welkom bij McDonald's. Wat is uw bestelling? Ik wilde vragen waar de sinaasappels zijn, door. <laughs> oh, <man. lacht> Gebeeld door de McDonald's. De <laughs> domme. Ja, ik vind die super tof. Dit is uh, toegevoegd. Ja, ik vind dat leuk. Ja, ik heb het nog ja. nooit eerder gezien. Niet Kijk dat nou, we nou, er we echt veel aan hebben, maar het is gewoon, het is geinig. Als je een boogje hebt en er staan van die vieze mannen voor de McDonald's, dan kan je ze zo wel neerschieten. Dat is wel zo. Oké, okay, Joost. Ik zie dat jij okay, geen Don. schoenen hebt. Dan moeten je iets aan doen. Ik, ik heb ook nog geen geel broekje, ik de vorige aflevering ook nog niet. Nee, nee, kijk. Dus in dat opzicht is er helemaal niks veranderd. Nice. Maar het is hier wel een beetje veranderd, uh, Don. Ja, een klein beetje. Klein beetje wel. Klein beetje de hele tering zo het is omgegooid. <laughs> Joost! Dat doet er niet toe? Zijn dit thuis? Ja. Kijk, kijk ze in de tafel. Het C4. Het is een C4. Is dat is toch de C4 van de vorige keer? Die hadden we toch niet in de tafel verstopt? <laughs> nee, die hadden we volgens mij in een kist gedouwd. Is dit een nieuwe C4? Ik denk dat dit gewoon weer een nieuwe is. Ik, ik stop hem in de, in de wapenkast. Dit is gevaarlijke spullen. Doe het erin, want ik, ik vertrouw het gewoon niet. Hij oh, zit erin. Oh, ja, hij zit wel die, alleen door. Die is fucking leeg, die wapenkist. Dus we moeten alles, echt alles zelf weer maken. Man, we zijn weer opnieuw begonnen. Oh. En ik maar denken dat ik bij jou kon aansluiten en niet telkens opnieuw hoefde te beginnen. Ja, man, hey, maar kijk de oars die we dan tenminste oh. hebben. Dus ja, dat dit de, is wel nice. Dat is er gewoon nog. We hebben nog steeds geen schoenen. Oh, ja. De originele reden waarom we dat kunnen doen. Uh, Inderdaad. Wat voor schoentjes wil jij? Um, ja, gewoon van die, van die lekkere laarsies. We gaan even voor de laarsies. Hé, hey, maar um, dit is nu gedaan. We hebben nu kleding, dus dat is ja. goed. Uh, kijk eens in de, de, de bandenkist. Banden. Oh, wat wat, wat? wat zijn deze nieuwe wieltjes, Joost? Ik, deze, ik kende die mengler eh, En volgens mij die normale wielen, die, die Toretto, maar voor de rest het is het allemaal nieuw. Ja, ja, ja. Maar ik... Oh, die, 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 die Kanga sawwiel of zo. Sawwiel. Is, is dat geen motorwiel of zo? Hij heeft Spaken. Hij is wel. Ja, het is een dun bandje. Ja. Zullen we. Oké, 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 wacht. Hebben we de onderdelen ervoor? Om zeg maar. Uh, ik zie Kanga Start, Powerful Engine, en Standards. Oh, wacht. We hebben alleen geen. Um, een versnellingsbak. Die hebben we niet. Oh ja. We hebben Zicht. alleen maar engines. Ja. We moeten een versnellingsbak uh, hebben, maar dan moet, daar hebben we weer zo'n moersleuteltje voor nodig. Uh, gaan we bij de desert biome kijken voor zo'n motortje of hmm. in de sneeuw? Uh, we kunnen naar de sneeuw, maar... Ja, al hadden we twee van die moersleuteltjes, dan hadden we kunnen splitten. Dat is wel beter. Hoe, hoe, ja. hoe was het om zo'n moersleuteltje te maken? Goeie. Um, Ranch voertuig. Twee, Amber. Oh, twee. Hebben we. Nee, we hebben Laat... één. Oh! <laughs> Wacht. Oké, okay, we gaan hier eventjes op pad... Voor die ambies. Of, oh jezus, wat een storm. Ja, maar um, er is hier niks in de buurt. We kunnen misschien vragen aan, aan de goden of ze. Een oh, ambas ja, ja, kunnen ja, ja, ja. Goeie, goeie, goeie. Hallo! 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 We komen iets vragen. Oké. Okay. We willen graag op avontuur. En we hebben een tweede ranch-sleutel nodig, maar we komen wat ambers tekort. Hebben jullie, kunnen jullie misschien een gulle donatie doen voor ons arme sloebertjes? Voor een voertuig? Uh, nee, voor een voor voertuig. Zeg maar, we willen een, een voertuig maken. Maar daar hebben we gewoon letterlijk één uh, amber nog voor nodig. Ja. Oh, dat komt wel goed. Ga ik kijk. even halen. Oké, okay, dankjewel. Dank Yo, kijk eens aan. Ah. Ik heb het gepakt, ik ben gretig. Dankjewel, okay, Juri. Ik gretig. Dankjewel, meneer. <laughs> Succes. Het zijn wel lieve mannen. Het zijn lieve mannen. Okay, maar nu maar kunnen we, hebben... we dus ook nog iets anders upgraden. Want we hebben nu dan in totaal 6 amber. Groen heb ik nog nodig en die ambies. Oké, okay, ja yeah, nice. Nee, 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 nee. nee. Oké, okay, geen gouden bij. Ge ge error, error, error. Oh, oh, ik heb nog niks gekregen. Nee, oké, okay, want anders kan je die range voertuig niet maken. En die is maar 2, toch? Ja, oh, die ja. is 2, maar die gouden bijl is 5. Oh, oh, inderdaad zo dan hebben we bijna weer bij de goede komen we weer aan, luister, we missen er weer een. We werden te gretig, we hebben wapens gemaakt. Mogen we nu nog een keertje voor die brand sleutel? <laughs> <laughs> maar we hebben dus een sleutel, oké. Okay, laten we dus doen dat ja. één van ons gaat dus naar de snow biome en de ander gaat naar de desert biome. Ja, dat lijkt me een, uh, een leuk plan. We, voor welke ga jij? Um, nou, ik heb, ik heb, het hier in real life al ontiegelijk koud, dus laat mij maar naar die desert biome gaan. Oké, okay, ja, is goed. Dan ga ik wel naar de sneeuw biome. Yes, oké. Okay, en dan uh, zien we elkaar weer hier terug zodra we resultaten hebben. Uh, ja, lijkt me goed. Oké, okay, uh, de sneeuwbiome. Uh, dit is uh, waarschijnlijk uh, ook uh, nieuw voor je, want die is ook helemaal aangepast. Het ziet er gewoon leuk uit, wat leuker aangekleed. Uh, ik weet zelf niet waar ik ongeveer ben. Oh, gewoon weer dezelfde plek. Oké, okay, dat komt, uh, dat komt goed uit. Want als het goed is, als ik deze kant dan opliep, dan kwam ik uiteindelijk bij die lootplek terecht. Alleen, we hebben in het algemeen hebben we gewoon meer auto-onderdelen nodig. Aangezien we gewoon heel wat missen sinds die wipe. En dat, uh, dat uh, ja, je kan het zeg maar, de, 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 de servermensjes kan je het kwalijk nemen. Maar ja, een wipe gebeurt gewoon eens in de zoveel tijd. En dan uh, ben ik al blij genoeg dat ze het huisje opbouwen. En al deels uh, de spullen teruggeven, uh, om het zo maar even te zeggen. Oké, oh, kijk, een quad. Ik, ik, denk dat het, ik denk dat dat hem is. Ik denk dat dat hem is. Wacht, ik sla eerst even deze kapot. Oké, okay, hier krijgen we uit. Verf, het zal ook niet. Ah, verf moeten we uiteindelijk ook hebben om iets... Uh, uh, een esthetische waarde te geven. En ik zie er daar nog één staan. Moet je kijken, het is gewoon een crossmotertje. Hier, en dan zit je er gewoon zo op. Mip, mip. Alleen, even kijken, wat moet er allemaal op? In contact. Dus er moet benzine en... Versnellingsbak en een motor in. Ja, gewoon de standaard shit. Alleen, wat? Raak ik hem nou of raak ik hem niet? Want hij triggert hem. Hij, hij gaat wel af, maar niet op de juiste manier. Verf! Vervloekt! Waar haal ik dan zo gauw even een versnellingsbak vandaan voor zo'n ding? Als ik straks alleen maar terugkom met verf, dan gaat Joost echt balen. Oh, Mangler Wheel. Oké, okay, dat, is, dat is tenminste iets. Alleen, volgens mij heb ik dit gedeelte nu zo'n beetje gehad. Dus dan moet ik even doorgaan. Uh... Naar de andere lootplek. Oh. Oh shit, maar natuurlijk. Ik heb geen goede rugtas meer, dus al dat verf. is fucking overbodig. Het is gewoon too much. Ja, fuck it. Ik wil ook versnellingsbakken en geen. Uh, esthetische waarden, dus. Uh, ik, ik, ik. Ik. Prioriteiten. Daar komt het op neer. Oh fuck, nu gaat het ook nog regenen. Dit kan ik er letterlijk niet bij gebruiken. Ik ben nog ineens dicht bij de fucking lootplek. Joost speelt spellen, werd gedood door de banana. Wat? Joost! Nee! Oh my god. Dat kunnen we gewoon letterlijk niet gebruiken. Nu is hij gewoon. Tenminste, ik weet niet wat hij had. Maar hij is dan gewoon zijn spulletjes kwijt. Oké, oh, kijk, 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 kijk. Lootplek. Als ik op tijd ben, dan kan ik in zo'n containertje gaan zitten. En dan, 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 als het goed is, krijg ik het dan weer warmer. Want dan regent het niet meer op mijn hoofd. Oké, okay, hopelijk werkt dit. Ik heb geen uh, fucking, uh, hoe heet het bij me? Geen vuurplaatsie, uh, kampvuurtje. Nee, ik heb daar de spullen niet voor. Is het gestopt met regenen? Nice! Nice! Oké, okay, beter, beter, beter. Oh, ik dacht dat loopt een persoon, maar het is gewoon zo'n wild, wild geitje. Oh, kijk. Eh, uh, kissie. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Het is niks. No touch and server, for fuck's sakes. Oké, okay, wat, uh, wat krijgen we hier uit? Verf, kom op. Ey. Oh, hier een kistje. Hep, Kogels, oké. Okay. Nou, die kan dan in de ammo-kast uiteindelijk. Ja, kogeltjes, oké. Okay, oké. Okay. Hier een karkasje, dat komt goed uit. Wat heb ik hier nog. Die werkt niet natuurlijk. Zit hier in bandjes? Oké, okay, oké. Okay. Ah, dat is nog een kwart. Zo, die motortjes zijn echt lastig te vinden. Ik heb er letterlijk nog maar eentje gezien. En dat in de snowbiome zou je zeggen van hé, hey, dat is gewoon de beste biome die er is. Gewoon endgame biome. En dan gewoon niet aanwezig zijn. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Spreek, spreek met de heer. Je spreekt met de heer. Oké, okay, ja, ik zit, er is een beetje een probleem gevallen door. Uh, ik ben nu naar de snowbiome gekomen, maar ik kan je nergens vinden. Kom snel even naar huis toe. We moeten even dingen bespreken. Oké, okay, we moeten dingen bespreken. Oké, okay, ik zie je zo. Jo. Dat is best handig zo, uh, die nieuwe technologie, uh, gecombineerd uh, met een spelletje. Eens even kijken, waar is Joost nou weer? Ah. Hallo? Toon! Hey! Wa wat is het probleem? Oof. Ik was even op de uitkijk, maar je was hier dus al die tijd. Oké, okay, wat het dus was, hè, ik was lekker aan het rondrijden in de auto. Ik was lekker aan het zoeken naar die spulletjes. En ik denk, oké, okay, eerste lootplek was niks, tweede lootplek was niks. Ik zag een mannetje lopen, ik zeg, hey. Gegroet. Uh, heb jij misschien, kun je mij misschien even helpen? Hij helemaal blij, weet je wel. Oh, het is Joost man, uh, dit en dat. bla. Ik uh, even mijn verhaaltje doen. Hij was stil, schoot me door mijn hoofd, pakte de auto. Doorn, we zijn beroofd. Je bent serieus de auto kwijtgeraakt. Hij schoot me door mijn hoofd, Doorn. Ik dacht <laughs> dat ik hem kon vertrouwen. Vertrouw niemand, Joost. Hij was Al zo heb blij je... om me te zien. Dat boeit niet. Al heb je het fucking autootje, moet je voor iedereen bang zijn. Ja, dat, is, dat heb ik gemerkt. Maar... Man, nu zijn we autootje hij... kwijt. Hij bood aan, hij bood aan om, het, om hem terug te halen. Dus ik stel voor, ik wil er dus eerst alleen heen gaan, maar ik denk dat lijkt me niet zo'n slim plan. Ik stel voor om met z'n twee eventjes verhaal te halen bij die meneer. Oké. Okay. En, en voor de zekerheid eventjes een, wap een wapentje mee te nemen voor mocht het fout gaan. Dat lijkt me wel een goeie, inderdaad. Dus daarom ben ik teruggekomen om jou te zoeken. ik denk, we moeten wel even met z'n tweeën heen, want ik vertrouw het niet helemaal. Ja, nee, is goed. Uh, laten we even naar de eerste basis toe gaan. Daar zijn alle spulletjes. En dan gaan we die man opzoeken. Is goed. Anders sturen we even de goden op hem af. <laughs> Op de bananen. Ja, nee, dat kunnen we doen. Dat, die, dat, die, dat ze zeggen van dat, die, dat, die, dat ze ons auto moeten terughalen. Ja, precies. Dat kan wel. Ik weet alleen niet of ze weten waar ze waar die gast woont. Nee, maar misschien dat ze op ons kunnen teleporteren. Oh, ja. Oké, okay, wij zeg maar doen een verzoek naar hun teleport. Dan krijgen we 15 seconden, dan moeten hun het op ons doen. En dan accepteren we die wij die. En dan gaat dat zo achter elkaar. Oh dat, de goden oh, dat wij naar hun toe gaan en dat we de goden meeteleporten? Ja. Oh, dat kan wel, ja. Oké, okay. maar dan, ja, dat hun dan de gasten met de wapens zijn, dat wij dan de gasten zonder wapens zijn en dan hun de gasten met. Ja, daar komt okay, het uiteindelijk op neer. Dat is wel een goeie. Dat, dat zou kunnen, we kunnen de goden wel even aanspreken daarover. Wow! Zie je die fucking motor daar? Ik zag hem vliegen! What the fuck? Wow, 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 wow! Oh. Hallo? Oh, hey! Hallo, oh, oh. hey! <laughs> Wat was maar... jij het doen, jongen? Ehm, <laughs> uh, niks hoor. <laughs> we zijn nee, wild wou... vliegen. Ja, ik wou even kijken hoe dat ding reed, maar uh, ik moet nog een beetje oefenen, man. We hebben zo'n mooi trucje. Oh, nevermind. Gewoon op één duwen. Ik wil even jullie anders even een rondje. Nou. Hij, hij, hij slaat Ik de... ben gretig. Wow. <laughs> Hij zit Hier, er helemaal ik niet zie goed op. Later. Oh jee. Maar wat de fuck, hij zit er niet op, hij rent er achteraan. Oh, bij mij zit hij erop. Dan is dat een beetje buggy, denk <laughs> ik. <I> hij <laughs> flipt. <laughs> je je <laughs> er wel mooi vanaf joh, dat zegt echt hilarisch. <laughs> Ga nog eens een keertje rijden en druk dan op rechter muisknop. Oh, Willy. Oh shit. Oh, oh, oh. oh wat gaaf. Oké, okay, dit is wild. Je valt er wel snel vanaf, jongens. Oké, okay, ja, oké. Okay. Ja, nu wil ik proberen. Nu wil ik proberen. Goed ding. Eh. Oké, okay. oh shit. Dit is gaaf, Willy. Ik doe er zo snel vanaf. Oh, oh, jemig. Oh. <laughs> ik ben wild. Ik, ik lig op de grond. Lekker rollen. <laughs> ik moet denk ik even een motorhelmpje op hebben hiervoor. Ja, ja inderdaad. Zo'n valhelm. Dit is wel intens genieten. Hé, hey, uh, vraag je uh, Wij ja. hebben namelijk, uh, of laten we het zo zeggen... Joost, die heeft <laughs> onze auto uh, kwijt uh, geraakt. Ik uh, ben neergeschoten! Uh, ja, dus sorry, we, we kunnen wel wat hulp gebruiken met, zeg maar, het terughalen van de auto. Eh, uh, snap ik, snap ik. Um, weet weten jullie wie hem heeft gejat? Ja, ja hij, hij gaat onder de naam de Banana 69 of zoiets in de chat. Altijd die bananen. Ja. Maar wat het is, is zeg maar die man die bood wel aan om een teleportje te accepteren. Dus wij dachten van, wij gaan daar gewoon heen. En dan doen wij net zo van, we zijn ongewapend, blablabla. Bla, en dan teleporten we jullie snel mee. En dan kom jij met, hello, hello to my little friend. En dan is het helemaal, boom, bats, bim, baf. En dan gaan we er vandoor met de auto. Ah, ja. Uh, ja, dat ken ik ook natuurlijk. Ja, maar we ja, moeten wel is... een soort backup hebben. Want stel we zitten daar binnen vast. Dan moeten we eigenlijk een C4 hebben om daar buiten te kunnen komen. Dat is wel handig. Ja, precies. Ja, dat is dus een probleempje, die hebben wij nog niet. Wij wel, wij hebben er eentje. Maar ik, ik ben doodsbang dat als het fout gaat, dat we dan de C4 kwijt zijn. Ja, ja dat, uh, dat is een risicootje, ja. Ja. En ik weet ook bijna wel zeker dat die man wel twee muren zal hebben. Dus als je de eerste muur eruit knalt, dat je dan met de tweede muur zit. Als hij slim is wel, ja. Mm. Dus doen we de roekeloze tactiek of doen we de veilige tactiek met Brutus? Dan gaan we van buiten af erin. Uh, of we, we tasten het water eerst gewoon een beetje. En dat we er gewoon eerst als kale mannen naartoe gaan, zeg maar. Ja, precies. Dat ja, we dat dan uh, dat we de coördinaten van Brutus gebruiken om heen te lopen. En dan gaan we gewoon even kijken hoe het, uh, hoe het zit. Ja, dat kan. Of we TP'en gewoon heen en... Kijken of je hem gewoon gelijk wil teruggeven. Oh, we gaan gewoon de good guys spelen, oké. Okay. Ja, laten we, laten we dat anders gewoon proberen. Eerst gewoon... Heen te tp'en, kijken of je hem terug wil geven. Als dat niet werkt, dan, de, dan grof geschud. Met, met het harde handje. Oké, okay, ik vind het goed. Oké, okay, laten we dat anders proberen.